Wij willen onze zorg blijven verbeteren. Door uw ervaring met ons te delen, maakt u ons beter. Ik heb op de verloskundeafdeling in het MCA gelegen. Het was een hele zware bevalling en ik had behoefte aan wat extra aandacht en ik had ook wat vragen. Maar er liep 's nachts bijna niemand rond van het personeel. Dat vond ik heel erg jammer. Op de afdeling kraam en verloskunde kan het ook in de nachten nog druk en dynamisch zijn. Het gebeurt nogal eens dat je als verpleegkundige vaststaat bij een bevalling. Als patiënten belden dat ze hulp nodig hadden, moesten ze nog wel eens lang wachten. Daarom hebben we sinds kort de nachtdienst uitgebreid naar 6 personen. Op een gegeven moment ging ik ook naar de wc en ik zag dat het daar niet schoon was. Dus dat gaf ook niet zo'n prettig gevoel. Daarnaast is het zo dat hygiëne natuurlijk belangrijk is voor de kraamvrouwen en de toiletten niet altijd even schoon waren. Daarom hebben we sinds kort schuifbordjes geplaatst waarop zowel patiënt als huishoudelijke medewerker zelf kan aangeven of het toilet schoon is of nog schoongemaakt moet worden. Heeft u een compliment, verbeterpunt of klacht? Vertel het ons op www.mchaaglanden.nl/umaaktonsbeter.